de voorzitter van de Bond van Leraren, BVL, en Alliantie van Leerkrachten in Suriname als Wilgo Valies is ontstemd over uitspraken van minister Robert Peneu van Onderwijs. Peneu heeft volgens hem bij Radio 10 gezegd dat als leerkrachten zich op 3 oktober niet op hun school aanmelden, gevoeglijk zal worden aangenomen dat zij niet meer werkzaam willen zijn als leerkracht. Hetzelfde zou gelden voor de leerlingen, namelijk dat zij daarmee aangeven niet langer onderwijs te willen volgen. Valies wijst erop dat op 3 oktober er nog geen sprake is van een actie. Op die dag zullen de leden middels een vergadering geïnformeerd worden over de gesprekken met de overheid. Op die ALV zal een besluit vallen over eventuele acties. Valies denkt niet dat er een conflict is ontstaan tussen de bond en de regering door de uitspraken van de minister. Waarom is er toen die minister zo tekeer ging en mensen hebben bedreigd dat ze ontslag zullen krijgen? En dat weten we allemaal dat ze conventies op deze manier overtreden. Dat weten we allemaal. En we weten allemaal dat het nonsens is, want je kan niemand ontslaan. Daarvoor hebben we een personeelswet. Blijkbaar is die minister niet op de hoogte van onze personeelswet om zulke ongenuanceerde en domme opmerkingen te maken. Maar het gaat om de impact. Laten we dat duidelijk stellen. Als leraren daarvan niet op de hoogte zijn, dan kan dat leiden dat de mensen bang zijn om van hun grondrechten gebruik te maken. Wordt dat de ministers met de gelijke munt terug? Dus ik weet niet wat u daarmee bedoelt. Wij geven aan wat wij hebben meegemaakt. Wij geven aan hoe de overheid omgaat met leerkrachten. En aan de andere kant zeggen we, wanneer het misgaat en het komt vanwege nalatigheid van de regering of nalatigheid van een minister, dat die gemeenschap, die regering, zeker wat het gaat om ons onderwijs, wanneer ze problemen voordoen, concreet, wanneer de bushouders niet werken en die leerlingen krijgen geen onderwijs, de mensen van Saramaga kunnen allemaal vertellen hoeveel maanden die kinderen geen les hebben gehad. Geen enkele gemeenschap die zich daarover uitspreekt of veroordeelt. Maar wanneer die poti leraar een keertje opstaat en zegt van mi weet ik maar wat aan die zie, dan worden ze allemaal genageld. De rek is eruit, zegt Valies streng. De leerkrachten willen nu een verandering. De BVL-voorzitter geeft aan dat men het alleen erover heeft dat er geen onderwijs wordt verzorgd, maar niemand heeft het over de omstandigheden waaronder de leerkrachten moeten werken. Leraren die naar het binnenland worden gestuurd. Wat gebeurt er? Die mensen moeten allerlei artikelen kopen voor 3 maanden. Waar halen ze dat geld vandaan om dat te doen? Dames en heren, wanneer we serieus willen zijn met elkaar, wanneer we dat respect, wat er nu niet is voor de leerkrachten op dit moment, hoewel ze zich enorm inzetten, als dat respect niet terugkomt. Als we kijken naar de status quo, naar de status van de leraar. De jongeren waaraan wij nu onderwijs geven, zijn niet geïnteresseerd in een baan binnen het onderwijs. Dat beroep als leraar. Ze zijn niet geïnteresseerd. Ze willen geen cowboy salaris. En ze willen een hogere status. Dus mijn punt is, we houden daar terdege rekening mee dat we het liefst. Nee, laat maar een punt maken. Ja, ik kom. Ik geef u aan waarom we niet aan de ene kant alleen maar moeten letten op het belang van het kind, maar we moeten ook kijken naar het belang. Want een niet gemotiveerde leraar gaat ook niet goed kunnen functioneren. Laten we dat ook onder ogen houden. Die leraar moet gemotiveerd zijn. Hoe gaat een leraar functioneren als hij 1000 jobs op nahoudt om te surviven? Wanneer hij op school is, is hij moe. Aldus de voorzitter van de Bond van Leraren BVL en de Alliantie van Leerkrachten in Suriname als Wilgo Valies. Tijdens een persconferentie gisteren gaf hij aan dat de bond nog niet klaar is met minister Robert Peneu van Onderwijs.